Hey allemaal, vandaag ben ik er met deze twee headwraps. Ja, dit zijn gewoon blousen. Dus ik denk dat iedereen dit wel kan proberen. Dus in plaats van een hoofddoek of een sjaal, dan ga je een blouse gebruiken. Kijk, zoals je ziet, ik heb mijn haar natuurlijk weer niet gedaan. Dus ik vond dit wel even nodig. En het is heel makkelijk. Kijk, je hebt wel een soepele blouse nodig. Dus zo'n stijve katoenen, dat gaat niet echt werken. Deze vlecht ik gewoon eventjes. Voor zover ik kan. En dan draai ik hem aan de top even over elkaar. Zet ik hem vast ergens tussen. Kleine stukjes prop ik ook nog even tussen de hoofddoek. Zodat het er even wat netter uitziet allemaal. En daar is de eerste headwrap. Dit is echt voor die snelle dagen. Oké, je ziet wel een knoop aan de bovenkant. Maar wie ziet nou echt de bovenkant, jongens? Nummer 2. Dit is een wat stijvere blouse. Dus gewoon een jeans. Ik wou eigenlijk ook een broek proberen. Maar jongens, dat ging echt niet. Daar moet ik echt nog voor oefenen. Oké, deze doe ik dus even wat anders. Die trek ik even strak aan. Zet ik een knoop aan de achterkant. En dan probeer ik hem aan de bovenkant. Hoe noem je dat? Een beetje wat netter te maken. Maar niet per se netter. Maar ik ga wel alles ergens tussen stoppen. Zodat ik een beetje een torentje heb. Ik vind het wel leuk altijd. En ook hier kan je natuurlijk wel een knoopje of whatever zien. Maar ik vind het zelf niet erg. Ik vind het gewoon cute, weet je. Je moet hem misschien nog een beetje aanpassen. Maar op zich, als je een blouse hebt, jongens, heb je gewoon een headwrap. Dus ik raad iedereen aan dit te doen. Ga het proberen. Laat me zien. Tag me op Instagram. En bedankt voor het kijken.